Allereerst welkom. Welkom vandaag bij deze cursus Doctor on Board. Ik ben heel blij. Doctor on Board is een cursus die wij vanuit de HOH Academy samen organiseren met de KLM Health Services. Het is een cursus die heel populair is in Nederland. Er worden al reeds vele edities georganiseerd in Nederland. Altijd zeer druk bezocht. Er zijn ook grote wachtlijsten om deze cursus te kunnen deelnemen. En vandaag zijn we erin geslaagd om deze cursus, die zo populair is, aan de overkant van de oceaan, om die hier naar Aruba te halen. Wij hebben 3 dagen cursus georganiseerd, telkens een 1-daagse cursus. Dus er zijn 3 groepen die hier vandaag, morgen en overmorgen de kans krijgen om deel te nemen en heel veel te leren over de luchtvaartgeneeskunde. Ja, heel veel artsen van Aruba komen ook wel in aanmerking met deze patiënten en vluchten. Wij organiseren ook vaak medische vluchten waarbij wij echt begeleiden, waarbij we meevliegen als arts voor de begeleiding van zo'n zieke patiënt. Dus sowieso komen wij er al veel meer mee in aanraking. En na het volgen van deze cursus zullen deze artsen en de medici in staat zijn om perfect in te schatten wat er wel of niet mogelijk is, wat de potentiële gevaren zijn en waar ze ook voor alert moeten zijn als zij aan boord van een vliegtuig stappen. Voor het eerst op Aruba, voor het eerst op de Antillen inderdaad. Nou, een hele eer vind ik het. Ik vind het bijzonder leuk om zo ver weg te gaan en eigenlijk het verhaal dat wij in Nederland al heel vaak vertellen aan artsen om dat ook hier te doen. Te meer daar we ook regelmatig te maken hebben met incidenten in de lucht. Bijvoorbeeld vanaf de Antillen naar Amsterdam of van de Amsterdam naar de Antillen. Dus het is altijd nuttig om de artsen hier op de Antillen ook kennis te laten maken met alle facetten van de medische aspecten van de luchtvaart. Ik denk, er zijn eigenlijk 2 grote redenen. De eerste is dat je als arts heel vaak hoort in het vliegtuig van, is er een arts aan boord, kan die helpen? En dat ik dacht, nou, met deze cursus kan ik dan misschien eindelijk, weet je, wat meer zekerheid hebben over wat is er aanwezig, wat kan je doen? Dus dat leek me heel leuk. En de 2e grote reden is eigenlijk dat het HOH Academy heeft hier een paar maanden geleden een cursus georganiseerd, een antibiotica cursus. En die was super goed. En toen dacht ik, nou, deze kwaliteit, dat vond ik zo goed. Ik wil alle cursussen die ze organiseren, daar schrijf ik me voor in. Dus dat was eigenlijk de reden. Ja, als directeur ben ik heel blij dat dit georganiseerd wordt voor onze academie. En als deelnemer vind ik het echt super interessant. Want wat ik tot nu toe gehoord heb is, ja, Health Thinking geeft ons allemaal tools van wat nou als er iets gebeurt in de lucht met een medepassagier. Waar moet je op letten? Wat is er wel? Wat is er niet? En er is al heel veel niet. Je hebt al heel veel verantwoordelijkheden en dat geeft toch ook altijd veel spanning. En natuurlijk op een eiland als dit, je kunt er alleen maar komen per vliegtuig of per boot. Dus we zijn heel vaak afhankelijk van dit soort diensten die ook geleverd worden door andere mensen. Dus ik vind het heel interessant dat KLM dit aanbiedt bij ons en dat we met heel veel mensen hier vanuit het ziekenhuis, maar ook anderen op het eiland, heel veel artsen er zijn. Ook van andere eilanden zijn artsen gekomen om deze cursus te volgen. Zodat we nog beter mensen die naar Aruba komen of van Aruba weggaan, als er iets gebeurt in de lucht, kunnen helpen. En het blijft spannend. En zeker als je er zelf voor staat, als je in de lucht zit en je weet natuurlijk niet helemaal goed wat er gebeurt, wat er met een patiënt of een passagier aan de hand is. Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag daar toch wel iets meer zelfverzekerheid in gaan krijgen. No se han perdido.